Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert wil mij een bijzondere gracht onder de tafel. Ik ken hem al een beetje als muzikant, hij is drummer. Maar hij houdt ook les, produceert wel platen, maar daarna is hij een echte Vriers. Heids en een drokman, ziet ze huisman, huisman. Wat zei het zelf eigenlijk? Is het huisman, of hing het er van oorwest beest? Ja, nee, als ik in de Randstad binnen, dan is het huisman. Maar in Friesland is het huisman. Ja, dan past het even hoor. Ja, zeker. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja, prima. Lekkere tieren binnen het werven, binnen het onderwijs. Drok of net? Ik speel je een hoop, ja. Maar leuke dingen, Nick. En dat is fijn. Ja. Want dan was het juist lekker op de bühne staan, natuurlijk. Ik ben pikken bij die geweest. Ik in de tijd van de corona, toen lag je alles stil. Toen ben je een man van initiatief, dus hast van alles bedacht. Nog steeds. En daar geven we straks ook nog terug op praten, want ja. Hast een hele mooie podcastserie. Mm-hmm. Best met Dwaan, daar had ik al een paar hele mooie aanleveringen opnamen. Maar dan had ik nog een blog op YouTube met Drumpraat. Ja, dat is een online talkshow, drummen. Die wel inmiddels ik al een tiertje, zeg maar, on the road had. Ik heb toevallig juist een voorstelling die. Dat is wel heel tof, hè? Ja, dat is eigenlijk in die coronatijd is dat ontstaan. We zitten nu op het einde van seizoen 3. En het is een fantastisch document. Het is eigenlijk een soort legacy van de Benelux drumwereld. Ja. Alhoewel, daar zit ik wel een paar Amerikanen tussen. Maar het is, dat is wel heel bijzonder. Ja. Het tekent 10 beleving, hè, rondom muziek, of net? Ja, ik ken net stilzitten. Nee, maar het is ook 24/7 muziek, of net? Nee, helemaal niet. Nee, ik vind muziek is wel echt de reden trie in mijn leven. He, dat is het drummen, het onderwijswezen, het muzikantenleven. Ik denk dat het zat beste Ulysses is, dat muzikantenleven. Daar ben ik, daar ken ik eigenlijk net zonder. Dat is dat het gedroomde leven? Nou ja, het is natuurlijk net makkelijk. Het is een leven met een protte weerstand. En het leeft toch een beetje boet in de maatschappij, van die gevoel. Oren werkt die, oren collega's. Dus eigenlijk overal aan ontlutsen en ik ben net. Hè? Dus iets als een cao, dat bestuurt in onze wereld net. Als zie ik business, dan has het nergens gewoon meer werk. En dan kies dingen in yield. Dus alles wat in de reguliere wereld organiseren is, dat bestuurt bij ons net. Arbo, Noord van Jert. Wat maken ze gewoon lange dagen. Hè, soms dan is gewoon 15, 16 uur onderwijs. Maar ja, dat is ik wel lekker. Dat is ik leuk. Het is eigenlijk een soort, het is een way of life. Het maakt wel echt bij die passen. Ik ga een goede kennis, een oud profvoetballer, Wilco Hellinga van Heerenveen. En daar heb ik er wel eens mee moeten praten. Van. Want binnen 2 werelden die helemaal niks met mijn korte maatje aan. Maar eigenlijk, ik wil weer alles met mijn korte maatje aan. Omdat dus de passie en de drive en de input die je aanmast om, nou ja, ding van mijn korte te krijgen. Ja, dat heeft wel een grote overeenkomsten. Leefde ik een beetje in die eigen bubbel, die eigen wereld. Alhoewel ik wel denk dat muzikanten zich eigenlijk wel in het complete breedte van de maatschappij bewegen. Het is van een muziekcafé tot de Spielie van de Koning of luxe extravagante feestjes en theaters. Het ontmoest een hele hoop mensen. En dat is ook een enorme rijkdom natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk prachtig. Ja. Dat is de oerwelkomst. Maar ook die CM was wel constant ondersteunen of shock je verkeerd? Ja, voor mij hield dat wel, ja. Het is wel ik ga een drokken hollen. En bij een drokken hollen, dan maat er ik een hoop uit. Ja. Altijd al hoor? Ja. Ja, het zit weer eens daar van die turbotaal termen van, hè? ADHD en dat soort flauwekul. Dat soort dingen. Je hebt de ADHD, zeggen ze dan wel eens. Nou, ik zeg, flauwekul. Ik categoriseer mensen in low energy people en normal energy people en high energy people. En tot die laatste categorie, daar heer ik bij. Ja, want de liedjes ziet ze stuiterrekkel om hoes heen? Ja, altijd al hier. Ja, ik ben ontzettend energiek en ondernemend en nijskerig, alles weten willen.
erbovenop, leiding nemen, altijd initiatieven, organiseren je. Ja, dat is eigenlijk nooit ophouden. En wanneer kwam de muziek? Eigenlijk al heel betierd. Eerst luister je, neem ik gewoon? Nee, ik was 4 jaar oud en mijn omke die bracht een oude snaredrum. Die kreeg ik van hem. En toen werd het mis. Fantastisch. Maar hij de memting, wat een herrie, of net? Ja, nou ja, chauffeur, ik ben Benny. Het wordt al ritmisch, of net? Nou, gaf vrij snel. Ja, okay. Ja, want ik ben Benny in Jensen. Mijn huid master daar en wij wennen daar. En daar kwam ze nou wel eens een muziekkorps in het dorp. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Dat was het. Ik was zo ontzettend bejoen met die trommels en die snaredrums. En dan als een lied jonkje probeert het dan na te dwaan van hoe keert dat dan? Hoe doen ze dan? Nou, dat ging vrij snel, maar ik zei ze. Nou ja, ze klunst een beetje terug. En we verhuizen naar de Gediek, want mijn huid die eigenlijk leraar Duits. En die kwam daar te werken op de MAVO. En dan groeist hij erop. Nou ja, toen was ik een jaar of 8 en toen moest er wat meer lijn in komen. Dus ik naar de muziekskwallen en ze begon het drum wat meer vorm te krijgen. Nou, middelbare skwallen en skwalbandjes en nou, de rest is geschiedenis. Beetje het klassieke verhaal, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Had je ooit bij een korps zitten? Of nee, niet? Nee. Nee, ik voel het als band voel ik het fantastisch. Ja. Pasveerkorps zegt, wie ik echt die kwam. Nou ja, mooie pakjes vaak horen. Nou, daar heb ik helemaal niks mee. Etiketten die ethiek van het van die kostuums en zo. Ik snap wel dat die korpswereld, dat is natuurlijk wel ergens op gebaseerd. Het komt natuurlijk oorspronkelijk uit het leger, die pakken. Maar ja, nee, daar heb ik net zo volle mee. Het ging mij echt om die trommelerij. Dat wie mijn ding. Ja. Hij heeft oren in je orenuniform zo'n hoorn, maar ik bedoel, wij zijn van 68, beide. Ja. Dus wij zitten, denk ik, beide een beetje in de uiterin van de hele punkperiode, Big Leagues. Ja. Had je ooit een Haarlem hoorn en had die wereld punk en metal, maar een beetje de echte outlaw gevoel. Had hij dat ooit lutsen? Nee, ik ben wel een beetje een aparte vogel. Nou, dus kops wel graag zien de gevestigde orde hoor. Nou, ik ben... Nou, om het Saske zegt, wel een beetje politiek engageerd. Ja, ik ken heel erg mensen in onrecht en in maatschappelijke misstanden. En nou ja, mijn naam dus, hoe is politieke systemen, Arune Fusion hier werken. Ja. Maar had dat zich ooit vertaald in een bepaalde muziek? Nee. Smaak tussen skrapjes dan? Nee, nee, nee. Het heeft nooit voor mij een middelwest om die politiek te uiten of dat soort dingen. Ja, leren Jaske dikke Jerbel, u dwarsige drugsbroek, dat nee, soort dingen. Nee, ik heb nog nooit rookt, nog nooit dronken, nog nooit drugsbroek. Dus wat dat betreft ben ik geen stereotype muzikant. Nee, maar wat voor mij, ik had zo ook aan Omke. De jongste broerke van mijn mem. En dat wie Desti is een fantastisch talent, drummer. Maar die verkoos op zijn 18 en jongetje een carrière als drugsverslaafde. In plaats van dat hij, nou ja, de vagon. Maar die had een hele bepalende rol spelen in mijn jeugd. Want hij als even, voorbeeld, zeg maar. Ja, hij hier op een gegeven moment even een wat betere periode. En hier even stabiliteit nodig. En had er iets van een jellie bij zijn hoes wennen. En ik wie tolf. Leger de Skwallen, laatste klas Leger de Skwallen. De Chimburg is de groep 8, geloof ik. En 2 drumkits op zolder. Ik uit Skwallen, geliek naar boven. De hele middag tot het eten drummen. En dan jongens nog heel even. En dan op een gegeven moment weer kleren. Maar die bracht tossen mij. Mijn LP's. Want één ding, dat houdt er wel van. Goeie muziek. Hè? En hij, ik die 12 jaar oud. En ik kwam in aanrekking met jazzrock en fusion en funk. Is wel Billy Cobham, wie er helemaal gek van. Want dit wie nog de tijd, nog geen YouTube, geen internet. Nee, jongen, dat wie een hele oude tijd, man. Dat wie een tijd dat muziek nog een hert hier, zeg maar. En dus hij kwam mij tossen voor mijn mooie platen. Gino Vannelli, Brother to Brother en dat soort dingen. En ik denk, ja, dat ken ik natuurlijk al net. Ook wie wil echt heel uitsprutsen in mijn smaak al in die tijd. Hè. En ik drumde ik al een hoop, maar toen ging er een wereld hier. En dat is een basiswest. En dat is ook wel lastig, omdat die leeftijdsgenoten, ja, die gaan natuurlijk helemaal in een bepaalde puberale vibe mee. En... Ja, weer het iets van de New Wave van de ene kant. Exact. En de andere kant de ja, actors Wham en neem het maar op. En de Michael Jacksons en de...
Ja, nou ja, dan willen we natuurlijk ontzettend goede muziek maken. Maar ik heb een hele hoop rotzooi. Ja, dat is van alle tien. Dat is van alle tien. Ja, dat is van alle tien. Maar ik heb het misschien nog wel even over haar. Maar zo, dat is natuurlijk wel een hoop verroren in de muziekwereld, in de muziekindustrie. He, ik bedoel, Bohemian Rhapsody, dat worden ook 100 minuten of zo. En dat stond een jel hier op nummer 1. Nou, dat is nou ondenkbaar. Een feske maar 12 een hele minuut wezen. En dan was gelijk met het refrein beginnen. Want ja, de gemiddelde meest had een boog van spanning van een goudvis. Ja. Rare tieren. Ja. Maar goed. Het verstelt steeds meer, hè? Heb ik het idee, of net? Nou ja, ik ben van doel dat... het is natuurlijk heel erg makkelijk om te zissen van... als de ouder wist, hè, dan zei ze een jongen en zei ze van ja, vroeger is wel dat cliché verhaal van ja, dat is typisch weer voor zo'n oude lul die dan zei dat het vroeger beter was. Dat snap ik dat zou werken, maar er is wel iets gebeurd in de geschiedenis van de mensheid wat nog nooit eerder gebeurd is namelijk. En dat is een groot verschil. En dat is? Nou, wij hadden ouderen de 20 jaar zo'n immense technologische innovatie hoor, op het gebied van internet. En zeker van nou 2010, de enorme boost van het social media verhaal. Dat internetplatform is in ieder geval voor alles en iedereen toegankelijk. En wat Facebook bijvoorbeeld behelst, het plan wie dan om mensen dichter bij elkaar te krijgen. Maar het tegenovergestelde is, nevens mijn mening, is gebeurd. Mensen meer verder van elkaar verwijderen dan ooit. Er is geen aandacht, er is geen verdieping. Ik bedoel, ik chargeer het nou een beetje. Hè. Er gebeuren natuurlijk ik wil een hele hoop mooie dingen in de wereld. Maar die worden volledig ondersnijd. Dus de wereld is exponentieel verroren. En dat is iets wat bijvoorbeeld het brein van een gemiddelde mens eigenlijk net verwerken kan. We zitten de hele dag op onze telefoon en achter de computer en zie je alles. En alles is dat is natuurlijk ook wel mooi. He, want dat ik bijvoorbeeld een veske instuderen maar omdat ik dat jong spielje had. Ik bedoel, ik tik het even in en ik had familie. En dan heb ik een beetje vierde show, heb ik er nog een partij van ik. He, dus die, en ik had zelf een studio. Ik had jong toevallig even iets inspiegelen van iemand. Nou, dat drum ik dat even in. Nou, dat is natuurlijk ondenkbaar. Dat is toch zelf een studio hast en dat is dat al gedwaan kerst. Ja. En dan dus, gooi ik het mijn WeTransfer, gooi ik het jong naar hem ta. En dan kan ik gelijk maar aan de slag. Dus dat had ik wel een enorme... Vaardeel, het is net elke keer kommer en kwel, maar het probleem is, en dat denk ik, het meeste kan net omgaan bij deze technologische innovaties. Is het te vol over de top dus? Ja, alles is bereikbaar. We kunnen het net alles verwerken? Kan. Ja. En dan kreeg ik hele rare bewegingen in de maatschappij. En heeft het dat politieke systeem. Ik vind dat wel een hele kwalijke zaak. Ja. Ik dacht hoe dat destijds maar die corona-kwestie ging. Die polarisatie in zijn samenleving. Iedereen vindt ergens wat van. Iedereen heeft een mening. En iedereen die vindt ik dat er het recht heeft om dat maar te melden. En dan vind ik het prima als je een eigen mening hebt. Dat is natuurlijk prachtig. En dat, godzijdank leven we in een land dat kent. Ja, vrije wereld. He, dat is natuurlijk wel zo. Maar ja, ik ben eigenlijk... Mijn mening is dat de meest oeral wat van zissen. Maar er moest wel een fundament hebben. Er moest wel weten waar ze het door hast. Maar ze het wel onderbouwen kennen. Nou, dat zit er natuurlijk net in. Want persoon A die ropt wat, die schreeuwt wat op Facebook. En de rest verlint erachteraan. En het geeft zijn eigen leven leiden. En het opportunisme en de politieke bewegingen die erbij heren, ja, die gaan er mij aan de haal. Is het een beetje toch alle meningen over de werkelijkheid net meer? Nou, meestal ben ik gewoon verwijderen van zichzelf. Ja. En van een bepaalde basisvorm. En ik ben hier dan hier in Friesland, in Lietz-Dwarke. Ik kom natuurlijk een hoop in het land, oeral. En ik wil mij de dag ben ik blij dat ik daar ben. Ja. He, ik ben dan in een mooi Dwarke, wist wel, mijn alger sociale mooie structuren. De meeste litten zich gewoon, ze litten niet maar rust. Maar meestal binnen wel van mekaar. Meestal tinken om mekaar. Meestal gaan ze een praatje op het dik. He, hoe gaat het met jou en hoe liep het en dat soort dingen. Gewoon menselijkheid. Nou ja, dat is in die steden, hoe dat dan ook geheerd is. Hoor. En dat is het verhoren gewoon. En dat heeft natuurlijk mijn hoop thema's. Nou, daar kennen we oernoer lullen hoe dat komt, waar dat toch komt. Maar ik denk dat zeker hoe de dynamiek van de samenleving op dit moment is. Hè, en parallel daarbij de ontwikkeling van het neoliberalisme. Hè, wat van nou die jaren 80's is, maar onze hele... westerse wereld eigenlijk domineert.
ja, is het eigenlijk wel een hele toxische situatie. Ja. Dat vind ik wel zwaarlijk, hè. En dat zie ik waarom in de muziek. Hè, ik bedoel... Duidt het dus? Waar zie het waarom? Nou ja, ik hoest alleen maar naar de televisie te zien op de een. Hè, Battle of the Bands. Ik neem maar wat. Hè, de meeste, misschien denken meestal, ja, wat zit je nou te zeiken? Het is toch hartstikke leuk dat je weer live muziek op de... Nee, waar het om gaat is dat... dat is eigenlijk de eeuwige strijd, of het eeuwige thema, wist wel als professioneel muzikantje in ons is. Het is gewoon echt serieus een heftig vak. De meeste muzikanten, weet ik, mijn werkje, dat zijn, nou ja, dat zijn ontzettende ontwikkelde mensen. En die hebben hun hele leven investeren in het ontwikkelen, het beheersen van dat wat ze het juiste doen. Hey, ik heb zelf in die tijd, hè, dat ik, nou ja, maar die omke van mij en in mijn puberteit, ik zie het size song, soms 8 uur per dag zie ik de oefening. En dat leidt dat ik ergens sta. Het is echt een serieus vak. Nou ja, en dan, ja, Battle of the Bands, weet je wel, dat ben, dan zorg ik de jongens, zeg, oh, dat is die, dat is die, dat is die. Dus dat ben meestal iets aan kerst, dat ben echt waanzinnige muzikanten. Maar die hingen flikker de dwaan. Nou, dan gaan we maar meedoen aan zo'n programma, want misschien dat... He, dan kunnen we daar komt er een tour uit, of kunnen we daar wat mee dwaan, of zo. Wist wel, en achter de schermen, dan juist al die verhalen en hoe dat dan gaat, wist wel. Dus dat wist dan beoordeeld door een jury, die dan natuurlijk der ik zit van hun eigen positie. He, dus ja, dat is toch een goede klus, dat we het echt wel serieus betellen. Ja. En er staan daar een club meesten, ik ben natuurlijk een paar amateurs tussen, maar er staan vaak jongens tussen die dat zijn waanzinnige muzikanten. En die komen net meer op een normale manier aan de bak, omdat het hele circuit is min of meer implodeerd. Dat is dus interessant. Hoe is dat dan eigenlijk gang? Zo, dus de technologische innovaties, die het ik een hoop creëert, maar daardoor is er ik iets anders verlengd gang. In de jaren 90 of zo. Dat is wie de live zien heel hoors. Ja. Totdat in 1996 ook de regering bepaalde dat er een nieuwe hinderwet kwam. En er nog maar 30 dB geloerd boetende doorkomen mocht. En in ieder geval 40%, binnen hier weer 40% van het live circuit wie voort. Ja. Ja. Daar begon het mij. Ja. Toen kwam de DJ's. Prima, hartstikke leuk, maar dat hele circuit werd bijvoorbeeld privéfeesten deel uitmaken. He, zoals een bruiloft of een weet ik volle wat voor feestje. Ja, daar zetten we nou een DJ neer, want dat kost maar €500 en een band kost 2000. Ja, ja. Nou, dus dat verdwijnt. Dus die en hier is het heel, heel toegankelijk. En als je op een... Lewis is een professioneel hoog niveau gitaarspelen leren worst. Ja, dat is een studie van 20 jaar. Ja. En dan begint het pas. Dan wordt het pas wat. Ja. Maar ik chargeer het wel een beetje hier, maar goed, dat is ik wel mooi. Maar ik was dat ding ik wel hoor. Zo, als je een beetje muzikaal talent hast, dan wist iets van computers. Hij is een beetje verstaan hoe, en wist hoe die software werkt. En door hast de tijd, om daar even tijd in te investeren. Nou, dan kerst er binnen en hier kerst er wel een hele leuke technoplaatmaatje bij wie ze van spreken. Dat is een good skill. Dus het is niet heel, heel toegankelijk voor een hoop mensen. En in ieder geval dat ik oppikt, dus dat hele zwaartepunt veroordert. Ja. En als je dat soort jongens, zoals dan op televisie, ja, dat vind ik dan, ik vind het dan triest. Dus het is dan covers te spelen in een coverband. Want dat is een tribute band. Je wordt het creatiever ontwikkelen je, vernijden, proberen. Ja, het mooie van in de tijd waar ik in opgroeid ben, is dat wie hier in 50, 60, wie daar natuurlijk daarvoor nog, ja, muziek weer uitvoeren. Popmuziek weer uitvoeren. We gewoon echt naai, voor het eerst. Exact. Ja. En soms weet ik helemaal kut, maar dat weet ik vaak fantastisch. Echt. Ja. En... het is net zo, alles maar zijn moment ha, alles maar zijn plak ha. Maar het is alle keer een beetje troslijn. En voor mij is dan zeg maar de muziekindustrie, zoals die dan is, ja, dat is eigenlijk een soort van spiegel van hoe het eigenlijk in de wereld en in de maatschappij gaat. Duidelijk verhaal. Geef straks een koe terug. We draaien nog muziek. Fleetwood Mac, zetten we het eind. Ja.
Ja, wat een band, wat een muziek. Ja, er zit wel een mooi verhaal achter eigenlijk. Christy McVie, helaas, kreeg verstoor. Ja, maar daar heb ik een mooi verhaal hoor, ook Christy McVie. Fleetwood Mac, ja, dat is natuurlijk een romantische band. Echt, dat album Rumours, dat vond ik prachtig, vond ik dat. En het verhaal eromheen, hè? Het verhaal eromheen. Het muziekverhaal, denk ik. Ik heb iedereen uitzien, maar mijn persoonlijke verhaal erbij, en daarom heb ik dit nummer uitzocht, is dat, dat is ik mooi, van als het ouder wist en dat in deze tijd, is dat de geschiedenis die soms inhelt. Vroeger wie een band als Fleetwood Mac, dat wie dan natuurlijk, en nog steeds, dat is iets dat wie een helden. Dat wie in de tijd dat muziek nog helden hier is, maar. En dat het onbereikbaar hier. En was het op een gegeven moment merkt, is dat de geschiedenis die inhelt. Dus ik speel op een gegeven moment in Jazzcafé De Spiegel. Dan hebben we het over een jontje en jontig, jen jontig zo'n beetje. En Fleetwood Mac hier krijgt daarvoor hier ze een nieuwe opleving aan. My Tell Me Lies en die singles allemaal. Wie in de wereldtour. En die speelden in de Martini Hall. En wij waren aan het spelen. Wij dienen nu een sessie in de Spiegel. En ik zit te spelen en ik denk, godverdomme, er zit... die ken ik. Zit Mick Fleetwood, Christy McVie en haar man, die bassist. Die zitten net op de eerste rij. Die wien naar de show nog even uitgang en die kwam met een beusje in. En het was een soort sessie, dus hè, dan mocht het hartstikke leuk. En was het net leuk, maar op een gegeven moment, Christy McVie die stapt op, springt het podium, want die had 2 nummers maar mij die. Bizar, hè? Wat mooi. Ja, dat is heel bizar. Ja, ja. Dat is heel bijzonder. Ik kan me voorstellen dat zo'n verhaal koesterst. Nou, dat is heel bijzonder. En hoe ouder ik word, hoe bijzonder ik het vind eigenlijk. En dat de geschiedenis die inhelt is omdat ze gewoon in die leven constant mensen zien komst. Die vroeger gigantische wereldsterren hier en nog steeds. En die komt dan in je zin. Ja. Ik bedoel, misschien, de meesten weten misschien wel dat mijn ex-vrouw Elske de Walle, in de volksmond bekend als Elske de Wal. Ja, artiest de naam, hè? De Wall eigenlijk. Ja, Elske die ziet bij Universal. En die hier een album uit. En die wilde uitnodigen om een duet te zongen met Lionel Richie in een televisieprogramma. Want die hier kreeg zijn Tuskegee of Tuskegee, ik weet niet hoe ze het uitspreekt. Ja. Album kleert, nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. En dan ineens, dan komt zo'n man in en dan praten ze even met hem. En dan, ik vind nooit weer het moment dat wij steken maar zijn trein in de lift naar de kleikamers. Lionel, Elske en ik. En hij stiert dus, en hij beschot dus aan zijn zo. En hij zei ineens van, je krijgt een prachtige band, zei hij. Nou ja, wij gingen dus zo'n herrie hier, want natuurlijk net. Uiteindelijk had ik een prachtige band gekregen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat is ongelooflijk natuurlijk, ja. Dat soort dingen. Dat is dus eigenlijk, de geschiedenis helpt hij dus eigenlijk in dat soort dingen. Ja, ik herinner het me nog. En ik ga de beeld zo. Fantastisch, toch? Ja, heel bijzonder. Ja, ongelooflijk vakman ik trouwens. Nou en of. En, maar dan wordt het wel heel lief, komt het dichtbij. Ja, ja, zeker. En waar hij op een gegeven moment, ik werk je eigenlijk een hoop met Amerikaanse artiesten. He, al jarenlang. En een van de meesten, wie Roger Byrne, ja, dat zei hij misschien niks voor, maar hij was musical director bij Lionel Richie in de Jaren West. Hij is verstoren helaas. Maar die had toen 2 maanden had er dus bij huis wennen. Wat hij hier wat dingen te doen. En ja, dus er kwamen alle verhalen kwamen natuurlijk naar boven, hoe Lionel Richie. En dan just het, he, dat alles dat dichtbij is. Alles, ja. Heel bijzonder. Ja, ja. Hoeveel soesten voor hoe houden mijn Sting eens een keer te spelen? Al is maar in een liedse kroeg, ergens in Grijs. Nou, zo'n ding was net, ding kerst net oud dingen. Het maakt hij ook komen. Maar het zou natuurlijk wel een fantastische droom. Ja. Volgende plaat is van Sting. En ja. Mooie live-opname. Die al een tijdje oud is, maar dan kan ze wel heel specifiek met dit stuk om. Ja. Bring on the Night. Opname in Parijs. Ja. Waarom specifiek deze opname? In de jaren 80 speelde ik, dat ben ik eigenlijk farmer, zeg maar. Dat was echt mijn kraamkamer. En ik speelde toen in een band met Kier van de Werf. Ik een belangrijke persoon in mijn leven was in die jaren. Creapuls en wij repeteerden echt allemachtig volle in Café de Brede Weg. Nou ja, ik weet net hoe het nou heet, maar dat zit ergens in Heerenveen in het centrum. Dat was echt een centrum van muziek. Alle bands speelden daar en wij repeteerden boven. Dat was in de repetitieruimte. En dan kwamen we al die even een tosti eten, nog even een koffietje aan. En toen kwam dus dit album kwam uit. Live. Sting Live. Zijn eerste album of zo. En dat nummer Bring on the Night. Er zit een waanzinnige pianosolo van Kenny Kirkland in. En nou ja, elke keer dat nummer kwam, dan
gong het helemaal op zien en dan gong de hele kroeg iets in plaat. En die, dat specifieke nummer markeert voor mij eigenlijk een beetje die periode. Nou, dat is het dan. Plak ik hem er mooi onder. Kom op! Ja, what a score! Zie op het lijstje van mijn gast van Joert zit ze huisman, huisman, drummer. Hij jouw de glas, produceert wel platen en vaak ik met internationale artiesten op een paard. Vaak Amerikaans, uit de jazzhoek, jazz fusion. Ja, ja, ach, het ben alleen maar hokjes natuurlijk. Muziek, ja, muziek. Wat maar muziek is, hè? Ja, ja, ja. Dat drumstijl. Wat voor drumstijl steert daar bij mij in Hoesje? Is dat een samen... Vat ik van al rond de jaren dat steeds beter, een betere trom en een betere snare capes. Nee. Hoe zit dat in die wereld? Ja. Is het te zuid? Ja, ik broek wat nodig is. Ja. Dus dat hing het van het project. Maar steeds een beetje beter, een beetje perfecter? Of? Nee, want goed is goed, hè? Goed is goed. Dus soms was alles wat nice of zo. Ik heb toevallig overigens een fantastische drummer, Sebastian Cornelissen. Ja, collega's is maar, die had in coronatijd begonnen met het bouwen van eigen drumkits. Dus die had voor mij een hele mooie snare drum gebouwd. Helemaal speciaal voor mij. Ja, maar hoe was het hem hard aan, zei er? Dus, want het verschillende houtsoorten en opties. Ik zei, jongen, doe kerst mij, meisje wat bij mij past. Nou, ik ga hem nog net zoen. Ik krijg hem nijwieken. Dus dat is wel even leuk en dan is het ook wel even inspirerend. Dat is even wat nijshast, wist je wel. Nou ja, ik heb zo'n volle troep, jong, dat op een gegeven moment... ik broek eigenlijk 3 drumkits. Ik heb hier in mijn bus zitten. En die heeft een bepaalde configuratie. En daar kan ik ding voor te halen. Dus had ik bijvoorbeeld met Willeke Alberti speel je, dan broek ik een liefstere setup. Of had ik bij een meer fusion sessie-achtig ding speel je, dan broek ik een wat gruttere setup. Dat is mijn krek wat ik nodig ga. Of vind dat ik nodig ga. Of werk ik zin in ga. Ja. Dat is het. En de kerst, gewoon een beetje wisselen. Hè? Dus ik heb een hele hoop bekkens. En zei van, nou, voor dit veske of voor deze artiest wordt misschien dit haar of dat. Dus de kerst een beetje tweaken, zeg maar. Tweaken. Ja. Ja, ja. Heel wat mij in vak bezig. Ondertussen ben ik docent op de academie. Ja, dat klopt. Hoe vind je dat? Want dan de nieuwe generatie, de digitale generatie, zit dan... Nou, een beetje naar Sietse Huisman te zien. En die had een verhaal en die moet iets delf zetten. Ja. Hoe groot is het verschil of is er geen verschil? Met de nieuwe generatie? Ja, nee. Het is er een kloof? Ja. Een enorme verschil. Omdat natuurlijk alles veroordeeld in de maatschappij. Hè? Ja. Het is net al het uitzicht natuurlijk oeral. In elke sociale groep, zou ik beslissen. En dat zoals bij studenten, ik. Dus studenten van het CNI-Lien. Die vind ik echt oors dan studenten van nou. En dat is wel een uitdaging. Want een van de symptomen die deze nieuwe tijd maar zich meebrengt, is dat jonge mensen die spiegelen zich aan dat wat ze joggen op Instagram en op TikTok. En op wie ik volle waar. Nou ja, dat is hun decor. Ja, dus het maakt alle keer, ik maak succes aan. Ik maak een fantastisch leven. Ik ben fantastisch. He, dus ogenschijnlijk had ze het over het algemeen enorm aan zichzelf troffen. Maar de andere kant daarvan is eigenlijk vaak de realiteit. Er is nog nooit zo volle onzekerheid geweest. Er zijn nog nooit zo volle mentale thema's geweest die een rol spelen. En de mentale weerbaarheid, en dat vind ik dan, hè, dat vind ik, dat is mijn mening. De mentale weerbaarheid bij jongeren vind ik dramatisch.
Dus als het grut verschil, stel dat iemand iets doet en het liegt helemaal nergens op. Dus zoek, zie je een 15-jarige lien, zoek dat ik gewoon in die gezicht zit van nou, sorry, maar het is gewoon helemaal kut wat je doet. Zeg maar om het te onderstrepen. En daarna komt de onderbouwing. Want daarom en daarom, daarom. En ik vind dat tussen sa en sa. Zomaar, want dat. Hast u zelf ook dat soort docenten nog? Oh ja. Zit ze, dit is net jongen. Nou, maar kom op, de wereld is keihard. Ja. Nee, maar die ja. Best zelf ook zijn oor, hoor. Nog steeds. Nog steeds. Want het is natuurlijk een romantische wereld. Het is natuurlijk fantastisch. Maar het is krekkers met topsport. Kom ik weer even bij Wilco. Dan moet je wel presteren. Want de concurrentie is keihard. Zo, als toch poppetje A bij artiesten Huppel de Pup zit, dat maakt het geen bal uit, wist je wel. Als het verkloost, dan zit er iemand anders. He, dat is, ik neem een maat van mij, is muzikaal leider geweest, 15 jaar lang, bij Ilse de Lange. Die is ontslaan, mijn sms'ke. Dat is ik de wereld. Keihard. Dus die mentale weerbaarheid, als je die beweegt in Libbesissen, de professionele wereld van de muziek, als podiumkunstenaar, zeg maar zeggen, ja, dat wist per definitie is er een oordeel. Want als je iets naar boeten brengt, dan vindt iemand er wat van. Dan vindt het mooi, of vindt het net mooi, dan vindt het het raggedy, of het heeft er helemaal niks mee. Dan krijg je een slechte recensie, of krijg je een goede recensie. Ze vreden die weer om, of de spelen ze er nooit weer. Ik ben zelf, vaak verantwoordelijk voor dingen. Hè. Dan ben ik artistiek leider bij een ding. En ik stel dan een band samen. En wat mij interesseert is natuurlijk dat het een fijn persoon is. Best goed met werkje kist. Maar he needs to do the job. Wist wel? Het moet wel goed wezen. Dus het moet goed voorbereid wezen, je moet goed spielje kennen, je moet snel werkje kennen, ik moet betrouwbaar wezen. Nou, al dat soort facetten. En als je dat net wist, vreeg ik die net weer. Dan luister eruit. Zo hut is het. En dat is zelf natuurlijk wel eens mij maken. Nou, en dus als je die op dat gladde ears bejuist, als nijkommer in de muziekindustrie, dus als je student bent van D-Drive hier in Loud, of de Academie voor Popcultuur, waar ik dan werk, of een conservatorium, of zo'n kunstopleiding. Ja, de mast die wil voorbereiden op een competitieve boedelwereld. Nou, dus mast als docent ik eerlijk wezen. Dat vind ik. Het is wat het is. En dat is iets wat hoe het algemeen, ik bedoel, er zijn absoluut uitzonderingen hier, maar dat is wel een soort trend. Ik vind dat jongens, meesten daar eigenlijk net zo goed mee om kunnen gaan. Als het boos is, beginnen ze al te goen. Dat is vaak wat Sjost. Dat vind ik zorgelijk. Want ja, dat betekent feitelijk wel dat die mentale weerbaarheid straks, ja, die wordt wel op de proef gesteld. En dan komt ze wel even op een koffie, kan ik niet vertellen. Is dat een generatieprobleem? Of? Nou, ik denk dat dit een symptoom is van de tijd waarin we leven. Dus we leven, meestal denk ik altijd maar, of tenminste, dat is de neiging die ik dan heb, dat hoe ik denk, vooral een hele hoop jongere mensen of millennials of die generaties, denken dat het leven maakbaar is. Het leven is maakbaar. Ik wil dit. Ik vind dat ik dit hamat. Ik ben net blij, maar, dus ik wil het zo. Ik ben net tevreden, dus ik wil zo. En dat voor een deel is het de meeste die er eigen regie had, maar zo werkt het leven net. Het leven maakt het hij. En toen komt hij. Ik is een hele hoop sturen, maar de hele hoop dingen ben net te voorspellen. En dat is, denk ik, het conflict zit. Dus ik wil een maakbaar leven hebben. Nee, het leven maakt het hij. Zo werkt het. Wordt het altijd van die accepteert, want dan ben je dus vrij confronterend. En misschien dat het heel tactisch brengt, maar in kritiek is kritiek. Gewoon klaar, dit is het. Ja, ben ik confronterend? Nou, ik denk dat het... Dat is eerlijk, en dat kan heel confronterend zijn. Maar wordt het door de opleiding, met die kids, wat het nou ha, wordt het accepteerd? Of lijst er regelmatig nou, nee, zo, ik merk aan mezelf wel dat ik mijn toon daar in wat verroren ha. Ik ben net zo confronterend. Als ik heel eerlijk ben, dat ken ik eigenlijk niet meer. Want nee, dat bedoel ik. Want ik denk om die rol even. Wordt het accepteerd? Je bent de onderwijzer. Ik zet even een deel. Er was een verhaaltje in een leerling. Ja. Dat is net
al te complimenteus, want dit maar beter dat. Nou, prima. Dat staat daar get, denk ik, in het onderwijs. Ja. Tim krijgt hoe ze het brengt, maar dat is even een oorverhaal. Maar is de wereld, accepteert die wereld die een rol daarin? Of wist ik wel eens op matje erop van nou zit je het mij al wel een onsje minder? Nou, nee, dat moment had ik nog net gewoon. Maar het is, je probeert te laveren tussen dat wat ken en wat net ken. Want zo, die primaire taak is toch wel om mensen beter te maken. En mensen vat te bereiden op een leven naar de academie. En dat valt soms net mee, hè. Maar hoe kan je het dan wel zeggen dus? Ik mag het zeggen. Ja. Want het is wat het is. Het is wat het is, ja. Waar je die les zelf leert, want je bent proto op tournee West en nog steeds mij Amerikaan. Ja. Actrice praat niet, dit is wel een hele Amerikaanse manier van denken. Heb ik gevoel. Nou, ik vind bijvoorbeeld een groot verschil tussen de Amerikaanse muziekcultuur en de Nederlandse. Zo, wij zijn eigenlijk maar een kneuterlandje. Had ik bijvoorbeeld, soms kom ik wel eens in een productie. Nou, bijvoorbeeld ik maak A's niet veel, maar de Time Bandits maar ik invallen. Van Maya Lieders Hering. Old school. Ja, en dat is van televisie. Maar dat kan net repeteerd worden. Want er is geen tiertvaar en er is geen jeelvaar. Dus het is gewoon, de komst om, je bouwt die spul op, soundchecken en hast één camera repetitie en dan mat het erop. Bam. Nou, dat is dus typisch Nederland. In Amerika, ik bedoel, als Justin Timberlake of zo, maar als je een band een wereldtournee dwangeert, dan ben je treien man aan het repeteren. Elk detail mat stingen. Wist wel? Er is budget voor, er is tiert voor. En alles wordt faciliteerd. En de lot light extreem heeg daarin. En er komt er met een drummer, dan komen er meteen 50 drummers die doorgaan een auditie. Bam. En ik heb het zelf natuurlijk, ik was mij maken. De Hester Hubert hier een keer, die kende ik mooi mee praten. Maar ik ben zelf, ik was een keer in Amerika spelen. En dan moest ik op een festival staan. Nou, dan ging het wel even oors. De komst oor en dan wist gelijk opvang en dan stiet er een mandje nest en ja, dit is die persoonlijke assistent. Alles was nodig, alles werd regeld. Die drumset werd opgebouwd en ja, een soort persoonlijke assistent bijvoorbeeld. Dus ik merk dat die hele cultuur het werd heel serieus nam. En hier in Nederland is dat van, oh ja, dan heb je er weer zo heen. Weet je wel? Dat is een beetje het verhaal. Ja. Hast wel eens een wagen om te verhuizen in Amerika? Ja, zeker. Ja, dat is... Ja, soms dan... Al is het maar voor een periode, maar om daar eens een keer echt fulltime... Ja. En een per jaar in die muziekcultuur om te rennen? Ja, nou ja, John, dat is nou een beetje let. Hey, ik heb mijn leven natuurlijk inrichten. Wist wel, ik ga hier een leven, ik ga een zoon. Dat geeft natuurlijk net meer. Nou ja... Niks is onmogelijk, maar dat is wel altijd een keer een ambitie van me geweest. Ik hier wil eigenlijk graag wel eens een keer in het buitenland. Ik heb er wel een hoop werken, een hoop spelen. Ja. Maar ik zou toch wel graag eens een keer... misschien is dat wel een van de dingen dat ik zeg maar in mijn eikenhouten bondjas onderloek. Dat ik dan denk van, god, dat heb ik wel spiet van of zo. Is het Pat Metheny of Pat Metheny? Pat Metheny. Metheny, ja, spreek ja. Ik het zo goed? Ja, ja, ja. wat denk je even muziek van draaien? Ja. Ik dacht misschien wel een aardig berichtje even. Het stukje First Circle, ik zet er volgens mij even bij. We kunnen helaas dit soort noemers net helemaal draaien. Ik zou het heel graag willen. Ja, op, ja, maar ik ben altijd behind in tweet. Ik dit een lange track, maar het gaat even om de man zelf. Ja. Fantastische muzikant. Mm-hmm. Van orde hier een zottig neffers mij al. Ja. Officieel gitarist. Ja, componist, bandleader. Het is, ja. Ja, het lijkt een beetje verhoond. Verbaast me niks als je in mijn oorkomst. Nee. Maar mij is het toch even uitlezen. Nou ja, ik ben natuurlijk in de jaren 80 ik mij in aanrekking kwam. En ik ben meteen helemaal flabbergasted van wat ik jerde. Want voor mij is het... Ik neem het totaal muziek. Totaal muziek? Alles zit erin. Ja, ik bedoel, dit is dan toevallig in een stick. Maar de man heeft natuurlijk echt, weet ik volle wat, componeert. Ik ben van doel dat... Als hij over 100 jaar praten over Pat Metheny, als dat ze nou bijvoorbeeld over Bach of Beethoven praten. Echt een van de grootste componisten. Is hij echt zo'n... Het is net normaal. Dus echt, dit is buitenaards is het. Buitenaards. Van het niveau, ik neem maar Miles Davis. En... Nee. Dit, voor mij overstijgt deze man alles en iedereen. Een soort van top of the food chain. Bob en de Beatles nog? Ja.
Ja, zo, daar hingen natuurlijk ik Beatles fantastisch. Ja, dat ik een wedstrijd zie, ze bedoel ik maar muziek. Maar even, dit is echt... Nou, het is gewoon het is een enorm betekenisvol wat die dien had. Want hij had, ik neem het dan totaal muziek. Het is klassiek, my fusion, my funk, my rock elementen soms. Het is ontzettend extreem goed uitvoerd. Het is echt top of the bill. Een superband om zich heen te verzamelen dus. Ja, dat is echt... als het in voetbaltermen werd, dan is het Johan Cruijff, Pelé, Messi en Ronaldo. In één helftal. In één team, zeg maar. Samen als het je. En ja, het is compositorisch is het van het allerheegste. Nou ja, het is geen wedstrijd, maar het overstijgt eigenlijk de menselijkheid. Ik denk dat ik het zo zeg, maar. Toch een vraagje. Ja. Motiveert dit soort muziek daar nou of demotiveert het? Want ik kan me ook voorstellen als dit soort geniale muziek harkest. Dat is ja. Sietse Husman uit een liedsdwarpje in Friesland denkt... Ja, joh, laat maar. Ik nee, maar wat anders is... doen of net? Nou, John... Of daagt het u uit? Nee, ik geniet ervan. Ik weet dat het... De koppels het net door in eigen muziek schapt. Dus. Nou, John, natuurlijk, er zijn altijd fases in je leven... dat stinkt van, zou ik dit kennen? En dan soms komt wel eens, dat komt in de buurt van. Dat stinkt van, ja oké, dit zou ik kennen. En, maar het is jipper. En dat noemen we wat dan ook draaiing is. Dat is van een studioplaat. Ik wie eigenlijk op zich naar de live versie, maar die koek net fine. Dus dat liet ik dan maar jaren wekken in eerste oorsprong in Jetta. Maar dit is eigenlijk al begin jaren 80 of zo. Dus het is echt wat de man. Ik zou echt de harkers even tippen willen. Zie je maar eens op de Pat Metheny Group. Want daar hebben we het over. Dat is echt fantastisch. Bijzissen. Helaas kunnen we net het hele nummer draaien, maar wel een grut stik. En zie het oors even op natuurlijk de bekende sites, YouTube, Spotify en zo wat hinnen. Stier op het lijstje van Sietse Husman, mijn gast van Joert. Bevlogen muzikant en ik docent. Daarnaast ik een echte Fries, een echte heid. Grutske heidje ook. Ja, ja. Ja, mooi nog. Maar een zoon die net de muziek in is, ontnoot daar. Nou ja, hij zien beide orders die kinderen natuurlijk volgen. Ja, Elke hartstikke leven neemt, jongeres. Ja, nou, hij vindt het wel mooi en hij vindt het heerlijk om... Leuk voor hem. Ja, maar hij zit natuurlijk wel in een bijzondere positie. Hè? Want zoals zijn ouders door allebei dat natuurlijk wel iets apart. Ja. En Elske die komt natuurlijk oeral en zijn high-tech. En ja, hij gaat zijn dan ik wil zeggen mij. Maar ik gaat met zijn man mij of gaat met mij mij. Dus het is wel een hele rieke omjouwing van hem om in op te groeien, denk ik dan. Maar hij had net die bevlogen niet van de muziek, zat wij dat haar. Bij hem zit het dus in voetbal. Sport, hè? En hij is zat het nou liek het toch wel een getalenteerd keeperke. Ja, mooi man. Ja. Hoe groot wordt hij het ziet ze daarvan? Nou, sure, ik zelf word een voetbalman eigenlijk. Ja, ik koos zelf aardig bal, ja. Maar ik ben gestopt op mijn tredje, want de muziek won het. Ja, ja. Dat drumstel, hè? Ja, ik ben wel zeker van mijn leeftijd, die wil een soort van talent op rug. Ja. Maar ik ben toch gang van de muziek. Ja. Kun je wat in horen onder de kant van... Oh ja, zeker. Ja. Die ouders die hun eigen ambitie projecteren op hun band... dat is natuurlijk altijd een ongezonde situatie. Ja. Ik vind het wel fascinerend, ja, hoe dat soms gaat. Hoe sommige ouders zich bemoeien met het plezier van hun band. Nou, zeker met dit soort dingen. Mensen, wat de band wat talent haalt, ze worden wat oppikt. Ja, maar hij maakt het toch zelf doen. Ja. Wij kunnen alleen maar faciliteren en hem ondersteunen. En hij maakt hetzelfde aan. En garages binnen nooit. Voor hetzelfde, het roetraai hier had er zijn nog ervan.
Want, nou ja, goed. Hij doet het vrij aardig. Hij is ook scouter op de BVO's hè, in Friesland. Dus, Ja, mooi man. Ja, ja. Als die een cv trollen ergens komt, stopt me helpen door de NAM en tournees. Mm-hmm. Vaak, ik was zelf wel zeiders, Amerikaanse artiesten. Sonona neemt ze zich mij naar de studio, ben ik altijd heel blij mee. Ja. Een van de mooiste optredens vond ik persoonlijk wie mij Allen Hynes. Ja, Allen, ja. Jazz professor. Ja, Allen is een fenomeen hè? In Amerika. Is nou ja, ik ben heel wat NAM, maar ik wil er even niet in uitpikken als voorbeeld. Ja. Ja. Hoe komt het bij zijn man Talon eigenlijk? Want ja, tot in Japan en Oerol komen de reacties ook op die optredens van die man. En... Nou ja, het is toch een beetje via. En bij mij begon het eigenlijk in 2003 ongeveer. Toen kwam hier een Amerikaan online. Die was op tournee. My Venice. Rekker verliefd op een vrouw uit Grains. Hoe eigenlijk al die alles in Europa wennen. Wen je. Spiel in Amerika. Maar Michael McDonald, Gino Vanelli en dat soort acts al een wennen in eens hier in Nederland en hier in flikker te dwaan. Ik kom een per ongeluk zin en ik heb hem hier een beetje in het circuit geholpen. En tot op de dag van Jude werk ik nog steeds met hem. En via Tolak, wat zei je er, haal ik dus alle keer leuke interessante artiesten ontmoet. Ik ben in 2005 ben ik toen naar LA west ik. En daar heb ik dus wat mensen ontmoet. En van het een komt het oor en dan op een gegeven moment organiseren ze wat ding en dan komt het weer op die ouw en dan ineens dan neemt iemand contact bij die op van goh, ik ben toevallig op tournee in Europa maar die artiest en ik heb eigenlijk nog een week vrij daarna, dus misschien kesto, ik ga jetta sto en nou, zag je dat dan. Ja. En dan, voordat ze het wist, heeft een enorm circuit en weten ze die dus te vinden. Ja. Maar prikkel, in hoeverre prikkelt hij dat muzikaal? Ja, enorm natuurlijk. Want ik nam hem even mee opzet. Want dit is een jongen die muzikaal fantastische dingen doet. Ja. En ik net stilstiet. We zoeken de ontwikkeling erom. Oh, en dat ben ik wel meestal die volgens mij de moderne tijd weer opzoeken. Nou ja, sure, dat heeft en het ik denk, hey, dat past ik wel bij die, hè? Ja, nou ja, Allen Hynes, dat is natuurlijk zijn stijl, zijn muziek. Dat past natuurlijk enorm bij mij. Dat is echt een beetje mijn achtergrond, dus die fusion-achtige dingen. En het is gewoon een absolute wereldtopper. Is mij zo'n man zitten te componeren of komt hij mij stukken horen, dit is het? Nee, het gaat in de regel gaat het als volgt. Want die Amerikaan ben heel goed organiseren. Dus er komt op een gegeven moment heeft een tour geboekt, dus hij komt er aan en dan kiest eigenlijk in die periode ervoor. Komt er een WeTransfer of een e-mail binnen met een link naar een site waar het oude helik is. En dan staat alle bladmuziek er, alle mp3'en staan erin. Sommige broeken ik backing tracks, van de meesten dan draait er een bandje mee. Ja, dan show de business bijvoorbeeld, heeft een Veske en er zitten blazers bij en weet ik volle wat. Maar goed, dan mag een band van CMO mij nemen en daar is meestal geen budget voor. Maar als dat massief fjouw dat toch uitvoeren was, dan spelen er een backing track mij klik. Dus het wordt elke keer goed organiseren. Dus iedereen die bereidt dat thuis voor. He, dus die gaat thuis studeren op die partijen en op die muziek. En dan is het oefenen. En dan is het in de regel één keer repeteren. En dan jongens glee speel je. Ja. Nou, en dan begint de tour. Heel erg sessieachtig, hè? Ja, heerlijk. Dat is prachtig. Ja? Ja. Je zitten, door zijn ding. Ja, voorbereiding. En dan ga je weer. Voorbereiding is het. Je hoeft net meer te leren hoe speel je mast. Iedereen kan speel je. Dus wat ik bedoel, nogmaals, heeft Hubert je rik gewoon. Ja, dat maakt hem je fluit uit, was het een fascist. Had dat nou, dat hij een hobo-partijtje speelde met mij, maar zien Evi in een klassiek orkest of weet ik veel wat, nou ja, huppakee. Omdat het een vakman is. Dus dat is iemand die echt, hè, dat is de meeste dat wij mijn werkjes is, maar dat zijn de meesten die beheersen hun instrument op hoog niveau. En er is natuurlijk wel specialisaties erin, maar in het algemeen is heel breed en goed ontwikkeld. Dus de praatste taal. En dus dan kerst het ik vertalen. Dan kerst dus die creativiteit en die artistieke identiteit, die daarmee verboen is natuurlijk. Die kreeg dan een directe uitingsvorm. En dat vertaalt zich dan naar hoe Stoos dan stik interpreteert. Want dan is hij zelf wel mij natuurlijk. Is dat lekker? Ja, maar dat is kost van Bert. Ja, bak koffie en ik fret me in dat stuk. Ja, dat is natuurlijk een sport. Omdat nee, maar dan had Sietse een geweldige dij dus. Ja, dus het gaat om de muziek. Muziek moet die in eerste plaats rijden. Ja. En dus ik denk ik dat
Ik zou muziek eigenlijk altijd als een soort van, als het er even op een maatschappelijke situatie projecteert. Ik hoor van dat mensen een open geest hebben. Dat mensen zich breed oriënteren kennen. En dat is dus wist hoe de wereld werkt. Nou, ik heb een hoop reizigen, dus ik ga een hoop van de wereld zien, een hoop culturen ervaren, een hoop dingen meemaken. En dat kreeg een bepaalde, dat kreeg een ontwikkeling, kreeg dat terug. Dus de shorts op een karakter is natuurlijk ik mij, in opvoeding. Dus er heeft een bepaald perspectief in hoe de wereld werkt. En ik hoorde net van om te veroordelen. Hè, want alles en iedereen heeft een eigen perspectief. Zolang dat het maar integer en oprecht en eerlijk is. Dan mag alles er wezen. Zeg maar. Zonder dat er een idioot als Poetin, dat is natuurlijk duidelijk. Hè? Dus als kwee in het zin haast, dat is natuurlijk een onverhaal. Maar alles maar de wezen. En dus mijn muziek dus krijgt zo. Want ik hoor ik net van één specifieke stijl. Ik vind heel veel dingen vind ik te gek. Vind ik leuk. Een singer-songwriter die helemaal record. Is wel het git omdat zo'n muziek. Hè, dat is maar eigenlijk wel een soort van spiegeling van de geest deze. Daar rekent het. Oors rekent het net. Bij mij dan. Hè? Dus als to... En dan maakt het natuurlijk wat het is. Ik ben wel redelijk allergisch van gepruts. Daar ken ik wel mensen in. Ja, ja. Vooral als er een bepaalde attitude bij komt. Dat mensen het erg bij zichzelf troffen haar, maar eigenlijk niks kennen. Dat is iets, daar heb ik wel eens wat moeite mee. Maar als we dus echt naar een oor-level gaan. En we praten dus op zielsniveau met elkaar over muziek. He, dan kerst ik verder zien dan alleen nog maar de audiotrack die tot die komt. Maar dan wist, het is namelijk, ik zeg het altijd maar zo, door spielers als best en de best als spielers. Nou, en dat, Sjors dan bijvoorbeeld, maar zo iemand als Alan Hines. Hij hoeft maar één noot te spelen en dan vielst en dan merkst en dan wist al, maar wie is de Mainz in haast? Hoe verhoudt zich dit dan tot de optredens die is bijvoorbeeld haast met Willeke Alberti. Nou, Willeke, maar die gaat nou tegenwoordig de bejaardenhuizen al. Ja. Dat is een feest in de show, ja. Denk ik. Ja. Mooie liedje festjes. Ongelooflijke vakvrouw, ook niks van woord, man. Mm-hmm. Maar dat is wat anders dan een Alan Hines en een Fusion concert. Ja, maar Willeke ken meesken reitje. En daar gist u als drummer, bassist, ek in mij dus? Ja, want mijn taak is dan om haar daar zo volle mogelijk in te ondersteunen. En ervoor te zorgen dat ze dat op zo'n goed mogelijke manier dwaan kan. En op een hele andere beleving toch, rekent het dat? Ja, soms wel. Ja. Hing het er van nou natuurlijk. Soms dan heeft even een andere stemming. En dan heeft ik die professionaliteit, best op rondvolk. Ja, want dan zit er wel een andere drummer als... Nou, dat ben ik. Ja. Ik heb meerdere kanten. Dus ik ga die hele minimalistische kant. Maar ik heb die ADHD kant. Ik heb straks ook nog een track. Dan kerst dat bijvoorbeeld in Jere. Maar dus ik vind de mast altijd dat brengen wat het nodig had. Ja. En soms is dat gewoon een back and roll. Of een simpel hi-hatje. En soms is dat een waanzinnig, video's, heftig gebeuren, zeg maar sissen. Dan moest altijd dat brengen met de muziek in de kern omvregend. Dat moest ondersteunen. En als dan eigenlijk er in totale oprechtheid en integriteit... als op die manier instinkt kerst... Dus dat is eigenlijk het ego zo volle mogelijk thuis list. Ja, dan kerst ergens komen werd het wezen, maat. En muziek, meidje. Misschien in vervoering brengen. En misschien komen we daarom, ik wil u bij op dit stuit het volgende plaatje. Dirty Loops. Ja. Work Shit Out. Ja. Ik ga het even belusteren. Ja. Ja, ik denk, dit is wel heel erg iets. Ja, nou, dit sessieachtig. Ja. Ritmisch. Zitten de break zien. Ja. Dit is het summum. Een Zweedse groep. Ja. Jonge meisken. Speel je al van nou dat ze liet ze band binnen samen. Ontzettende ontwikkelde muzikanten. En die hebben in... ik denk een jaar of wat lien... ben ze eigenlijk wereldberoemd worden in een bepaald circuit. Omdat zij bekende covers... van bijvoorbeeld mensen als Adele of Stromae... die hebben ze eigenlijk in de najas gegooid. Echt in een soort van fusion versie. En heel vet produceerd. Dus technologie speelt natuurlijk wel een rol. Dus ze kennen echt ontzettend goed spelen hier. Maar ze hebben het heel erg plastificeerd, hun producties.
Dus alles is strak lutsen en alles is heel erg overproduceerd. Maar dat heeft in dit verhaal wel een bepaalde charme. Omdat ze eigenlijk moderne technologie implementeren met virtuositeit en artistiek perspectief. Dat vind ik mooi. Dus dat is wel een soort van nije lichting muzikanten. Die... Het is schaamteloos eigenlijk. Ja, ja. Maar het is wel heel goed. Maar zo eerlijk dat het acceptabel is. Nou ja, wie bepaalt dat? Ik vind het acceptabel, want het heeft een enorme power en ja, het zaait wel een hoop, zeg maar. Ik hoor ervan, ik vind dat fijn. En het leuke is dat ik speel je maar een pianist uit Zweden, ik, zo nou en dan. Ik bij dat clubje, die werken het hoop maar die jongens samen en die ben ik een beetje samen opgeroeid. Dus die kreeg natuurlijk ook wel weer een hoop inside information van hoe dat dan allemaal geert. Het is een bijzondere groep jongelui. Er zijn natuurlijk meer. Hè. Ik was dan Kies. Ik woon eigenlijk Snarky Puppy. Ik jaren lid. Dat is zo'n fantastische groep in Amerika. En Corey Henry, maar zo'n ding. Dat is een nije lichting. Fantastische muzikanten en artistieke content. Er is nog hoop. Er is altijd hoop. Zeker. Saying all my sorry still, I just can't kill a crush. I better work shit out, but I like it too much. Spending all my money like I just can't get enough. I better work shit out, but it's killing my buzz. Saying all my sorry still, I just can't kill a crush. Got my game on. Ja, wauw, ja, echt Pinkevel. Ik ben net zo'n hele enorme fusion liefhebber. Maar dit jaar ziet ze, dan maak ik ook ze. Hier ben ik heel enthousiast van. Ja. Work Shit Out, Dirty Loops, Scandinavisch, meer dan 3 miljoen keer bezien ik trouwens. Hier kwam het mijn oor. Is dit al je fastlane van tevoren in, op papier met noten en akkoorden? Of is dit improvisatie? Waar gaan we naar zitten luisteren in volgens mij? Het is een solid arrangement. Het is wel helemaal arrangeerd. Het klinkt heel erg sessie, live, nou, beuken. Dat komt omdat er improvisatiemomenten binnen. Zo, dat is een soort schema waar op een gegeven moment pianosolo erin komt. Zo, die pianosolo is gewoon het moment. Hoe viel ik het? En hoe vul ik het in? Dat is creativiteit on the spot. Dus de uitvoering is gewoon in de drum solo die erin zit. Ik bijvoorbeeld gewoon, ja, dat gebeurt op het moment. Dat betinkt van tevoren net. Dat geeft gewoon, ik bedoel, ik weet hoe dat werkt. Ja. Ik krijg wel vaak drum solo's. En het is toch net dat ik van tevoren weet wat ik dwaan geef. Dus is die energie van een noemer, van waaruit vaak de drum solo komt. Dus dat is dan de leidraad. Hè? Dus host die vast aan het tempo. Of list het tempo even helemaal los en pakt het letter weer op. Of is het bijvoorbeeld, of spielers die solo oer het arrangement hinnen. He, dus dat bijvoorbeeld de rest van de band eigenlijk is maar een soort repeterend patroon terugspielen. Een baslikje of zo, was dat hinnen soleren mast. Dus dan is context van waar is dat ze dwaan mast. Maar hoe is het dan uiteindelijk uitvoert, dat is gewoon pure creativiteit. Dat wordt in een flits van een seconde beslist dan hoe en wat. En het is, zo, dan was het zelf, muziek was eigenlijk, stel dat we Spaans leren. Dat ging dwaan. Dat is nog net een woord. Dan kreeg ze een boekje en dan leest deze zijn voorzichtig woordjes. En dan liest ze zinsjes en dan volzin. En dan liest ze wat scrollen erbij en dit en dat. En dan op een gegeven moment denk ze, nou, maar misschien toch ik maar eens naar les. Dus dan ging ze naar de Spaanse les. Nou, dan komt Max stappen en dan, nou, dan begint het een beetje ergens op de liedje na een uur. En dan ga je naar Spanje. Nou, dan merken ze dat ze een beetje Spaans kent. Nou, en dan beginnen ze te raden en dan versteert ze er helemaal geen hol van. Ik denk, godverdomme, ik moet helemaal opnieuw beginnen. Dan denk ik, nou, dan ga ik, wist wat, ik ga er gewoon een periode wennen. Dan leer ik het wel. En zo gaat dat dus. Nou, mijn muziek is het exact hetzelfde. Dus als het een instrument leren wordt, was het op die manier dus zin. Dus maar voordat je in staat bent, misschien kijk het beter zoals is. Zo, als je bijvoorbeeld een taal dat in de perfectie leert, wil je net zeggen dat het een mooie romanskroonkist of een mooi filmscriptskroonkist. Daar komt creativiteit bij, daar komt beleving bij, daar komt eigenlijk een heel oor traject in. Nou, zoals mijn muziek is. Een hele hoop mensen kennen bijvoorbeeld best wel op hoog niveau een instrument spelen. Maar dat wil er net zeggen dat ik muziek met maatje kerst. Nou, en dat is een oren dimensie. Dat is het creativiteit, dat is het brein, dat is muzikaal besef, dat is perspectief. En dat is ik hoest best, zeg maar. Nou, en
deze jongens, wat daar gaan we toe, die scrollen zo'n veske, zo'n noemer. Ja, dat lijkt vast. Dit zijn akkoorden, dit is het schema, dit is de vorm. Dat is de context. En dan spelen ze het. En daar komen altijd verrassende elementen in, omdat ze gewoon toevallig... als bij de solo aankomst, die ene keer door hem sa, door een keer door hem sa, dat is die ene keer veel te oors dan oors. Dus krijg seks. Ja, door dat ding dat elke keer, ja, sommige mensen misschien wel, maar dan kerst ik 100.000 variaties in verzinnen natuurlijk. Ja, ja, en het eindigt steeds op dezelfde manier, hè? Ja. Ja. Met de laatste klap. Ja, ja, ja. Het zit er haast op. Is dit de manier waarop je ermee bezig bent met die vak, met die leven en die hele passie erin? Dus drumpraat. Ja. Dost, dat is, nou ja, dat ben ik mij on tour trouwens, maar dat is met drummers in gesprek. En toen had toen een keukentafel. Trouwens, fantastisch was daar om meesken takrijst in het Lidse Frieske Dorp. Zitten vaak toch wel redelijk prominente gasten. Ja, klopt. Onder de koffiebedij. En van Ellen ten Damme tot Boudewijn en de Groot. Ja. Is dat wat hij drilt in dat soort peteren? Met die drummers en die gasten op die keukentafel. Wat hun passie en hun creativiteit is? Nou, het is natuurlijk mooi om over het leven te praten. En hoe wat mensen behelft. En west wijkomst. En hoe die ontwikkeld hast. Want bij drumpraat gaat het meer over het drummen en de techniek. En bij de keukentafel meer over de levenslessen? Ja, misschien bij dat wel. Maar als je op drumpraat mag je eigenlijk categoriseren in twee dingen. Hè. Dat is drumpraat de internet YouTube show. Dat is, daar geven we ik wel vaker even in op drumtechnische details. Van, goh, hoe spelen ze dat? Of wat is die favoriete ride backen of zo? Dat ding die eigenlijk in bal interesseren. Maar drummers en muzikanten en liefhebbers wel. Maar als we dus op tour binnen. En misschien ken ik van de gelegenheid gebroek maar. Want we speel je in het Bolwerk weer. Door weer een drumpraat. Maar Mario Goossens van Triggerfinger. Ja, want dat had al jij erin in het snitzek, hè? Ja, maar César Zuiderwijk. Ja. Van de Golden Earring. Dat klopt, ja. Dus dat doe ik. Ik heb toevallig. Nou ja, ik heb van een week aan erin dienen. Dat is dus een show. Eigenlijk een soort voorstelling. Die doe ik dan in muziekcafés, Liedse theaterzalen en poppodia. À la het Bolwerk. Zit er dan de zaal vol met freaks? Ja. Nee, dat is eigenlijk. Mijn publiek is eigenlijk het publiek van Leo Blokhuis. Want het GTR oer, al die drumtechnische dingen litten we achterwege. Daar hebben we het net oer. Er wordt wel een hoop spelen, hè, drum battles, of we spelen je mijn backing track. Hè. Bijvoorbeeld César die spelen dan een veske van de Earring. Maar dan stel ik hem bijvoorbeeld een vraag hoer, Radar Love, vertel me daar eens wat hoer. De 16e repetitieruimte, iemand komt maar zijn gitaarriffje en dan, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat er helemaal los hoer. Hoe dat wie, maar de Earring in die tijd en de avonturen die ze beleven. Want het is eigenlijk een mix tussen een concert, college tour en Veronica Inside. Samas de Chen. Ja, correct. Ja. En daar was gewoon bleed van. Nou ja, het is gewoon ontzettend leuk om te praten over leuke dingen in het leven en mooie avonturen. En ondertussen hebben we lekker drummen en interpreteer mijn meesken in de zaal. En meesken een inzicht ja van wat behelst dat muzikantenleven nou eigenlijk? Hoe werkt dat eigenlijk? En wat maken ze dan mij onderwijs? En hoe zit dat dan? En al die wilde avonturen en gekkigheid. Dat is prachtig, man. Laag is die idee. Ja. Een van de projecten, bands, maar het zal maar even invullen hoe ik het precies nemen moet, is The Pact. Ja. Is dat een bestaande groep of is dat projectmatig iets? The Pact is ontstond omdat ik natuurlijk in hier, zoals ze dat zeiden, mij al die artiesten werken. Daar heb ik steeds een soort verste band daarbij. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet het eigenlijk gewoon een soort naam in aan. Dus dat werd dus uiteindelijk The Pact. En The Pact had zich uiteindelijk manifesteerd in een soort van nije farm. Dat betekent dat we een soort internationale groep binnen. We werken met een Amerikaanse zangeres. Dat is Selena Albright. Dat is de dochter van Gerald Albright. Dat is een heel bekende naam in Amerika. En er zit een saxofonist uit Italië bij. Gianni Fancini en we hebben een tourke in Italië die en daar ben we toen ik Selena Chin kwam en we hebben in de coronatijd hebben we het eigenlijk op een oren boeg gehoord. Dus is The Pact, dat is nou een exclusieve band, my Selena Albright en we gaan helemaal rond naar onze roots en dat is een soort funk-achtig concept worden, een soort mix tussen Justin Timberlake, Janet Jackson en Prince. Hoe vier rekken de ambities met zo'n groep nou? Want net alleen de Dome, de andere bandleden had A, drok met een heel paar andere zaken. Ja. Dan ben ik nog verdeeld over verschillende landen. Mm-hmm.
Is dit zo'n on-on voor de fun en het nou, komt wel eens even uit met een tournee van een oor? Of echt, nou, we binnen nou met name dwaande met het produceren maatje van content. We hebben een EP maken en we hebben een eerste single release gewoon. Die had het in Amerika trouwens hartstikke goed dien. Die hebben goed draaid, hè? Daar ja, op een radio. Een machtigvolle draaid, ja. Ja, we hebben... we zijn daar op, nou, ik weet net hoeveel radiostations, ik digitale streamingstations, ben wij op een gegeven moment worden wij wekelijks per week bijna 3000 keer draaid. Alleen nog in Amerika. Dus wel serieus is dat. En dat was de eerste single. Dus we komt in april komt dus de tweede plaat komt uit. En dus dat is veelbelovend. Dat is heel veelbelovend. En Selina die is dwaande om dus in Amerika te krijgen. Dus misschien nog dit hier. Om daar een tour te doen. Maar we spelen je net voller dan mij. Want het is een dure club. En het is een lastige tier. We gaan er wel wat van draaien. Zeker aan het eind van dit programma. We kunnen nog horen en trop praten. Er komt nog een deel 12. Laten we dat bij deze gewoon op besluiten. Ja. Together met die Giannini... Fancini. Fancini. Ja. In dit geval is het... Him featuring The Pact. Dus je gaat nog met hem meespelen of zo? Nou, Gianni had natuurlijk zijn eigen solo-project. Die is in Italië, werkt hij met Umberto Tozzi. Dat is zeg maar de Italiaanse Marco Borsato, zeg maar zeggen. Grutte artiest, echt een top artiest daar. En hij had natuurlijk zijn eigen projecten. En hij had een project dat heet Made in Italy. Dat zijn alle bekende Italiaanse tracks. Die had er in een nieuw Joske, instrumentaal Joske had er die in. En hij had een track van Pino Daniele had er pakt. En had er us als de pact vregen van, kunnen wij dit arrangement opnemen? Dus nou twee lien dat ik dat die in had. Dus ik kreeg gewoon een demo tussen zonder drums. En ik zei, wat was dat ik doch? Nou, hij zei, domme was veelst. Dus ik ga die track inspelen. Nou ja, ik ben eigenlijk al lang vergeten dat ik die in hier. En toen kreeg ik een liedje twee letter, kreeg ik hem dus thuis. En toen, want toen kwam het album uit. En toen werd ik zeer aangenaam verrast. Want dat is toch wel een track waar ik wel trots op ben. Ik denk van, godsamme, dat heb ik wel in vet dienen. Dus, dat is deze track. Dank u wel. Oké. Okay.